Ja, moet eens kijken. Was een kind zo blij. Alleen die doos al, hè. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Ik heb ze helemaal niet nodig. Maar ze zijn mooi. Dat heet dan unboxing, hè. Handige tas. Kijk eens. Mooi. Painted, zeggen ze bij EVNX, hè? Dat is het merk. Painted, maar dan met een UV-blokkerende verf. Ik weet niet hoe een vogel met UV-licht kan zien, dus ik geloof het maar. Maar mijn maatje Paul heeft ze staan in het veld en dan zijn ze zo mooi. Ik heb ze helemaal niet nodig. Ik heb lokken zat. Ik heb dekenwijs, ik heb silo socks, ik heb futs. Ik heb ze van Pro Decoys, die zijn ook mooi, die zijn aardig voordelig. Ik heb schalen, oude schalen van aard, ik heb zat. Maar ja, dan zie ik deze bij Paul in het weidje staan en dan denk ik, joh. Beeld en beeldschoon, hè? Mooier kan bijna niet. Of het echt beter werkt, ik betwijfel het hoor. Je moet op de goede plek zitten. Ze moeten er echt willen zijn, je moet je goed verstoppen. Het moet een beetje waaierig donker weer zijn. Maar ja, ik had een vrij dure lamp op mijn bureau staan en die deed ik nooit aan. Die heb ik lekker verkocht op Marktplaats. En ik denk, ik laat zo'n setje komen, want goedkoop zijn ze niet. Maar ze zien er wel prachtig uit, hè. Ik zal ze hier in het gras zetten, dan kunt u het setje zien, want ze zijn echt mooi gemaakt. Kijk die details, hè. Beeldschoon. Goedemorgen, Schiphol, vliegveiligheid. Grondeigenaar belde, want het is dan twee vliegen in één klap. Die zei, joh, toch, die zitten er wel erg veel. En iedere dag daar langs die doorgaande weg. Dus ik ben er, ik had al een half uurtje werk, maar ik ben hier voor het eerst. Doet me een beetje denken aan de andere kant van de weg, waar ik toen die tompoezen zo aardig kreeg. Een vergelijkbare situatie. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie niet zoveel ganzenmest liggen als toen. Maar goed, de eerste twee kwamen net al kijken. Dus ja, het is altijd leuk, hè? Weer zo'n nieuw plekje. Hier kom je al 7 jaar. Maar hier ben ik nog nooit geweest. Sterker nog, ik had eigenlijk niet echt op mijn netvlies dat hier een hek stond. Dus het was vanmorgen even zoeken. En omdat er toch relatief weinig dekking is, heb ik veel lokkers meegenomen. Onder andere mijn nieuwe EVNX. Ja, beeld en beeld schoon. En achter me staan dan de schalen en de dekenwijs. Aan de lokkers zal het niet liggen, aan mijn hutje ook niet. Maar ze moeten hier wel willen zijn. Dus, nou ja, dan wachten we gewoon af, hè. Het is nog vroeg. Dat was een oude slimmerik, zeg. Die kwam op 60 meter hoogte. Kwam die even buurten, één harde schreeuw en hij denkt wegwezen. Veel wit, veel bonterik. Echt zo'n zo'n verwilderde boerengans. Hè. Dat is dan gekruist met grauwe. Maar een oude leopard hoor, in zijn eentje. En hij denkt, nee, dat doen we niet. Ik vertrouw het niet. Ja, moet ook niet te makkelijk gaan, hè.
Maar hij kwam toch helemaal terug, hè, die witte. Ik heb mijn cameraatjes nog ineens staan. Kom op, Link, kom op. Ja, mooi, hè. Ik vind die bontrikken vind ik altijd een dubbele prijs. Bravo, goed zo. Ja, bravo. Je brave gosje, de stroom op. Nee, blijf maar even hier. Blijf maar even hier. Nee. Ja, prachtig. Daar vliegen er ook drie. Ze kwamen wel in één keer tegelijk en hoog, want het is eigenlijk te mooi weer. Het gaat maandag geloof ik als een gek waaien, maar het is nu eigenlijk best leuk buiten. Maar ja, wat wil je nog meer? Ik heb er vier. En het is nog vroeg, want het zonnetje is net op. Dus ik blijf nog lekker een uur, anderhalf uur. Maar ja, vier stuks is voor mij al heel dik de moeite. Ik vind het al een mooie ochtend zo. En het is ook leuk als je dan nieuwe lokkers hebt, dat ze dan ook nog weer echt mooi invallen. Hè? Zelfs als er twee op de rug liggen, omdat Blink tegen die stroomdraad opliep. En er staat kennelijk behoorlijk stroom op, want ik hoorde een behoorlijke schreeuw geven. Maar goed, ze staan nu bij de lokkers en ik ben blij dat Marlies laars aan had. En er zal best nog wel een groepje komen. Maar is dat niet zo, dan is het ook heel best. Heb ik ook al een hele leuke ochtend. Ja, goed zo, braaf. Heb je geen last van het stroomdraadje zo, hè? Goed zo, ja, braaf hoor. Even een ererondje. Braaf. Goed zo.
Nou, het is er maar 9:15. Maar ik ben helemaal gelukkig. Sterker nog, ik realiseer me dat ik een enorme bofkont ben dat ik hier kon zitten vanmorgen. Prachtig weer. Nieuwe lokkers werkten fantastisch. Ze kwamen mooi. 10 ganzen, dus ja, wat wil je nog meer? Helemaal gelukkig. Ik ga opruimen en nog even wat anders. Ik krijg nog wel eens reacties dat mensen zeggen, ja, maar wat doe je dan met die ganzen? Nou, deze gaan naar de poelier Wild van Wild. Die maken er mooie producten van. Gans pastrami onder andere, maar ook riet. Dat is geconfijte ganzenbout, dat doen ze inblikken. Dus dat kan je gewoon online bestellen, Wild van Wild. Mocht u nieuwsgierig zijn naar de smaak van deze ganzen, Wild van Wild. Kijk, dat was die eerste, hè? Heel veel wit.